Jochem Meijer wordt momenteel geconfronteerd met hardnekkige geruchten rond zijn recente liefdesleven. Na zijn scheiding van Marloes heeft hij in haar verluid een nieuwe liefde gevonden in Linda van Gogh, die volgens Yvonne Koldewijer wordt omschreven als een kroepie. Volgens Yvonne beweert ze dat Jochem jarenlang stiekem een relatie met Linda had en zelfs betrapt werd tijdens bezoeken aan haar woning in Deurne, zelfs toen hij nog getrouwd was met Marloes. De geruchten krijgen extra brandstof door reacties van fans op Jochem's sociale media. Een volger heeft op zijn Instagram gereageerd met de opmerking: Je ligt dus al vele jaren stiekem te rommelen met een fan? Jochem reageert op zijn kenmerkende humoristische wijze: Niet alles klakkeloos geloven wat je leest, hè? Ik ben de braafste jongen van de klas. Yvonne vindt Jochems reactie opmerkelijk en meent dat hij de vermeende affaire min of meer bevestigt. Op haar juiste kanaal deelt ze meer inzicht in de situatie. Linda zou eerder aan mensen hebben verteld dat ze aan het daten was met een bekende Nederlander, zonder zijn naam te onthullen vanwege Jochems toen nog lopende huwelijk. Nieuwsgierige buurtbewoners zouden zelfs spionnen hebben ingeschakeld om haar woning in de gaten te houden, vooral omdat dit zich afspeelde tijdens de coronatijd, toen mensen weinig te doen hadden. Jochem werd volgens Yvonne vaak gezien bij Linda's woning in die periode. En nu heeft hij dus een relatie met haar. Benieuwd of zijn vrouw hier ooit achter is gekomen. De minnares was er zelf nogal trots op, in ieder geval. De situatie lijkt ingewikkeld en roept vragen op over de dynamiek van Jochem's relaties en de mogelijke overlap tussen zijn huwelijk met Marloes en zijn nieuwe romance met Linda. Het blijft afwachten hoe dit verhaal zich verder ontvouwt en welke reacties het nog zal oproepen in de media en onder zijn fans.